Maar in 1853, 60 jaar voor de gebroeders Wright, was er een Engelsman die dankzij zijn heldere inzicht het probleem oploste. Sir George Cayley liet klapwieken vliegen voor wat het was en ging proeven doen met een zweefvliegtuig met starre vleugels. Hij had er dodelijk mee kunnen verongelukken, zoals zoveel klapvliegers voor hem. Maar wat dat betreft nam hij geen risico's. De piloot was zijn koetsier. Een paar jaar geleden is dit eerste zweefvliegtuig nagebouwd. De eerste zweefvlucht van de koetsier moest, zo vond men, opnieuw plaatsvinden op de plek waar hij in 1853 de lucht in was gegaan, Bromptondale in Yorkshire. Een toen veel jongere Derek Pickett had genoeg lef om de rol van de koetsier op zich te nemen. Because we've got the benefit of many years of research and experiment with modern airplanes, but here we are with the original thing and it's obviously raring to go. We've got plenty of lift here and the conditions are fairly favorable, so we'll hope to get it off the ground just like Sir George did. Walk! Run! Keep going. Let go!